Gezond en aangenaam wonen in Overvecht. Ik ben benieuwd wat de wijkraad en de andere organisaties te vertellen hebben. Over de wijkraadpleging die vandaag wordt gepresenteerd, toegelicht en we kunnen er gelijk ook over discussiëren. U heeft net een rapport gehad. Wat gaat u ermee doen? Wat wij hier gehoord hebben, niet alleen wat in het rapport staat, maar wat ook uit de zaal is gekomen, zeg maar. Dat zijn de ideeën, zeg maar, die we gebruiken om bijvoorbeeld het woningtoewijzingssysteem te verbeteren. Om te kijken wat voor soort huizen erbij komen in Overvecht en welke niet. Wat voor sportvoorzieningen er nodig zijn. Hoe we in het algemeen, zeg maar, beter rekening kunnen houden met de ideeën van de mensen uit de buurt. Bij de plannen die we maken als gemeente. Ja. Nou wordt Overvecht het rioolputje genoemd. Bent u daarmee eens? Ik denk dat hoor ik in heel veel wijken, zeg maar, als er sprake is van het gevoel, hè, van wij worden opgezadeld met het probleem van de hele stad. Aan de andere kant, zeg maar, als je dan doorpraat, dan hoor je dat heel veel mensen juist heel erg enthousiast zijn, hè, over het wonen in Overvecht. Dus je moet ervoor zorgen dat, zeg maar, de zwakke punten van de wijk, dat die verbeterd worden, maar dat je de goede dingen in de wijk, dat je die ook handhaaft. Hè, bijvoorbeeld, Overvecht heeft relatief heel veel groen, dat is een heel positief punt. Er zijn ook veel goede voorzieningen, bijvoorbeeld van sport. Ook nog volop ruimte, zeg maar, voor mensen die iets willen gaan doen. Betaalbaar. We hebben de U-pas, hè, waarmee je makkelijk lid kan worden van de vereniging. Maar ik hoor geen oplossingen. Ik heb van de wethouder voor het grootste probleem in onze wijk geen oplossing gehoord. Een van de onderliggende problemen is dat hier zo'n hoog percentage sociale woningbouw is. Waardoor er heel veel mensen met problemen in de wijk wonen. En dan kun je natuurlijk wel allerlei sociale maatregelen nemen. Maar daarmee verbeter je het niet. Soms lijkt het dweilen met de kraan open. Dus wij zouden toch wel graag zien dat er een verandering komt in dat percentage. Sociale woningbouw, niet sociale woningbouw. Wat vond u van deze avond? Ik vond het heel interessant en ik ben ook blij met de voorlichting die ik heb gekregen. Ja. Wat heeft u ervan opgestoken? Nou, ik heb in ieder geval punten gezien waarin je verder zou kunnen gaan. Bijvoorbeeld, ik heb een hele grote grote woning. Ja. En ik betaal weinig omdat ik het al 50 jaar in Overvecht woont. Maar ik zou wel kleiner willen, maar dan moet ik minstens 300 meer gaan betalen. Ja, dat gaan we dus niet doen. Nee. Dus dat vind ik wel een gemiste kans. En ik denk dat ik niet de enige ben. En ik hoop dat je hiermee ook mee kunt nemen. U kreeg net een rapport. Daar staan van alles in. De goede dingen, maar ook de minder goede dingen. Wat zijn de problemen? Problemen die mensen ervaren is, denk ik, dat het een grote wijk is met een hoog percentage sociale woningen. En dat daardoor er voor een deel ook mensen in deze wijk wonen waar het minder goed mee gaat. En dat dat een soort concentratie in de stad is. En ik denk dat we met z'n allen willen dat de spreiding over de stad beter wordt. Dat mensen... waar wat mee aan de hand is, dat die op meer plekken in de stad terechtkomen. Niet alleen in Overvecht, maar in meer wijken. En daar moeten we met z'n allen hard aan werken. Wat het belangrijkste is, denk ik, dat er in de wijk heel veel gebeurt. Je hoort de bewoners, die geven heel veel punten aan die van belang zijn. Maar wat ze vooral missen, is dat ze zelf betrokken worden. En ik denk, los van de ingewikkelde problematiek rondom het woonruimteverdeelsysteem... dat hier 72% sociale huurwoningen zijn en in andere wijken wij spreken maar 30%. Al dat soort dingen die ook van groot belang zijn, is denk ik van belang om bij al die plannen, zoals het versnellingsplan, om de bewoners echt niet leidend voorwerp te maken, maar meewerkend voorwerp. En dat ze er zelf echt deel van uitmaken en ook echt zelf wat aan hebben. En dat kan gaan om een baan, dat kan gaan om erkenning, dat kan gaan om echte zeggenschap. En dat is volgens mij wat er in de wijk nog aan ontbreekt. Echte zeggenschap van onderop. Bent u verder gelukkig in Overvecht? Ja, ik woon er al bijna 50 jaar. En ik heb het heel erg naar mijn zin. En ik zou er echt niet graag weg willen. Nee.